Zoals je ziet, ben ik ergens anders dan normaal. Het staat hier groot op de muur. Kraaikamplasmachines.nl. Ik ben Harry en hier zit... Jordi. Jordi Kraaikamp van Kraaikamp Lasmachines. Ja. Een keer ver van huis af. Jordi zit in Anderlecht. Anderlecht, ja. Het makkelijkste te vinden via de A15, hè? Ja, tussen Nijmegen en Tiel, zeg ik altijd. Ja, wel dichter bij Nijmegen dan bij Tiel, hè? Ja, iets dichter bij Nijmegen dan Tiel, ja. Want ik kom over de A50 en dan is het maar een klein, zeg maar een klein stukje. Ja. Dat is nog een paar honderd meter en dan heb je de afslag al. Ja. Dus deze, jullie zien normaal alleen een webshop. Wat is de winkel? Ja, de showroom. En meteen ook de werkplaats daarnaast. Ja. Want Jordi is buiten alleen dat hij lasapparaten verkoopt. Ja, eigenlijk werkt er meer in de metalen. Ja. Dus dat is anders dan een dozenschuiver. Zoals ik dat heel oneerbiedig mag zeggen. Ja. Ik las er zelf mee en ik heb er verstand van. Dus ik kan er alles over vertellen, hè? Ja, nou, dat is alleen maar makkelijk, hè? Ja. Maar je kunt hier ook gewoon testlasten in de werkplaats? Ja, met de meeste machines kan je even proeflassen. En uitleggen. Dat is ook altijd wel plezier. Je kunt ook niet op heel veel plekken, hè? Nee. Dat je zegt van, we pluggen hem eens in en we proberen hem eens. Ja. Dus en als iemand helemaal geen verstand verlast, dan kun je hem nog een beetje op weg helpen. Ja. Wel eens goed naar mijn filmpjes kijken. Maar we zullen eens naar alle lasapparaten kijken die hier staan. Ja. Dan krijgen jullie een indruk hoe dat het er hier uitziet. Het is niet echt groot. Maar ja, het is ook een werkplaats. En die heeft de meeste plek nodig. Jordi, ik zie... Een nieuw merk machines hier binnen staan. Want de Roak heb ik al getest. Ja. Maar dit is Soldatech, als ik het goed zeg. Hè? Ja, dat klopt. Dat is onze goedkoopste lijn lasapparaten. Maar het doet zeker niet onder voor andere apparaten. Ze zijn degelijk gebouwd. En er zit 5 jaar garantie op. Fabrieksgarantie. Dus dat zegt ook wel wat over de kwaliteit natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. 5 jaar, want daar zit er bij Roak niet op, of wel? Nee. Want Roak bij de meeste machines niet. Nee. Roak heeft 2 jaar, hè? 1 jaar. Eén jaar. Hetzelfde net als HBM. Ja, dat weet ik niet. Hebben ook 1 jaar. Ja. Dan ben ik toch wel eens benieuwd hoe zo'n machine het doet, want dit is toch wel een hele deftige machine. Ja, een 315 ampère AC-DC watergekoelde tegmachine. Jordi, nou zie ik hier 2 MIG. 300 staan. Waar staan nou precies het verschil tussen? Ja, ik zie dat de displays anders zijn. De ene MIG zonder het display is een dubbelpuls MIG. En de andere is een reguliere MIG. Kijk. Maar wel alle twee 300 ampère. Ja, 300 ampère. 60% inschakelduur. En waar staat het verschil? Ik heb toen... Waar staat die? Nee, die staat er nu even niet. Die is... Ja, maar die is ook veranderd, hè? Daar zit ook zo'n digitaal display op nou. Echt waar? Ja, een mooi ding geworden. Die is hetzelfde als die 200, alleen een slag groter. Dat is echt een mooie machine geworden. Het is jammer dat die er nou even niet staat, want het is lastig met leveringen. Maar de 300 die jij getest hebt, heeft ook een cosmetische aanpassing gehad. Dus die is nu hetzelfde als deze die ik nu in beeld heb? Ja, alleen alles is een slag groter. Het schermpje is een slagje groter. De behuizing is een slagje groter en 300 ampère. Jordi, zijn er alle machines die je verkoopt? Nee, we verkopen er nog een hoop meer, maar we kunnen niet alles kwijt. En in principe hebben we iedere machine, mits voorradig, dezelfde dag in huis. We hebben wel van de meeste machines die hier staan, sowieso hebben we voorraad. En En dan de verschillende merken, want ik zie verschillende... Roak heb ik getest voor jou. Ja, Roak, dat is een van ons merken. Daar zijn we officieel dealer van. Weldka zijn we dealer van. Sebora zijn we dealer van. En Soldatech zijn we dealer van. Ja. En Supergas natuurlijk, hè. De eigendomscilinders van Supergas. Daar zijn we ook een ruilpunt van. Ja, maar die zul je niet opsturen. Dat is echt hier omkomen ruilen, denk ik. Ja, nee, versturen we ook op. Sturen jullie ook op? Ja. Want de meesten doen dat niet, hè? Nee, ja, maar wij versturen ze, ja. Dus en dan ook gewoon de 5, de 10, de 20 liter? Ja, hoofdzakelijk hebben we 10 en 20 liter staan, mengas en argon. Ja. Maar de rest leveren we ook. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ja. Nee, het ziet er netjes uit.
Ja, die rouwakjes, die laat ze goed. Ze soldert echt, daar ben ik wel benieuwd naar, Jordi. Ja, dan ga jij er ook een van meenemen, hè? Ja, ik ben echt benieuwd. Ik kende het helemaal niet. Nee. Dus daar ben jij dan dealer van. Ja, ja. Garantie zit er goed op. Ja. Ondersteuning technisch. Ja, ook. Er zijn ook gewoon, er liggen onderdelen van in het schap. Dus, mocht er ooit per ongeluk iets kapot gaan? Ja, dan is dat gewoon te repareren. Ja, wat ze niet denken, want ze geven er lang zat garantie. Ja, vijf jaar, dus dan mag je er wat van verwachten. Dan heb je gewoon vertrouwen in de machine. Ja, ja. Ja, want Roak was een jaar, hè? Ja. Weldkar is 2 jaar, Sabora is ook 2 jaar. Ja. En eigenlijk onze goedkoopste lijn. Die geeft 5 jaar garantie. Die heeft de meeste garantie. Ja, dan ben ik toch echt wel benieuwd hoe ze lassen. Dat is het kleinste invertertje, denk ik. Ja, dat zijn de elektrodemachientjes. Dit is de kleinste, Jordi, hieronder. Ja, dat is 120. Klopt. Ja, dat is de Soldatech EL120HG. Daar kan je elektroden mee lassen. En die kost €115 ex de BTW. €139,15 inclusief de BTW. Ja, maar ik zie daarbij die bovenste, die van 160. Ja. Daar zit een koffer bij, of niet? Dat klopt. Daar zit een handige koffer bij. En die is ietsje duurder. Die kost €174 ex de BTW. En €210,54 inclusief de BTW. Ja, dat valt nog mee. Ik heb toen ooit eens... In het begin was dat, toen waren ze een heel stuk duurder. Ja. En het grootste elektrodeapparaat is 200. Ja, 200 ampère. Er zit ook een handige koffer bij. Die is €220 exclusief de BTW en €266,20 inclusief de BTW. Kijk. Ja, daar kan je wel serieus mee lassen met de elektroden. Ja, maar je hebt ook een serieuze groep nodig om op aan te sluiten. Ja, ja. En dan de TIG-apparaten. Welke range hebben ze die? De TIG, dat is allemaal 200. TIG is allemaal 200. Dit is een TIG. Ja. Dit is een TIG 200. Een AC-DC Pulse. Ja, er zit een mooie torch bij met de torchverstelling. Dan kan je de stroom kan regelen op de torch. Met het wieltje. En verder op de machine zelf zitten alle functies die je eigenlijk maar kan bedenken en nodig hebt. Ja. Mooie machine. Ja. En de TIG is alleen 200 en dan het verschil AC-DC. Ja, en de DC die is niet leverbaar. Dat is nou jammer. Ja. Maar de AC-DC kan ook DC mee lassen. Ja, ja. Nou, die is wel een stuk duurder, hè? Ja, die zit op €970 ex de BTW. Ja. Dus deze machine kost €970. Ex de BTW. Ja. Ex de BTW. Ja. En de DC kost? €450 exclusief de BTW. Die is een slagje kleiner dan deze, de AC-DC. Die is helaas op dit moment niet leverbaar, dus we hebben hem hier niet staan. Hij is een slagje kleiner. De instellingen zijn hetzelfde op het AC gebeuren na dan. Ja, ja, dat is mooi. Ja. En dit is de grootste TIG-machine van Soldatech. Dat is het echte werk, hè? Ja, maar dan heb je ook serieus stroom nodig. Ja, ja. Dat gaat op krachtstroom natuurlijk. 315 ampère AC-DC watergekoeld. Ja, die waterkoeling is bij dat vermogen wel eigenlijk... Met aluminium zeker? Ja, kun er niet zonder. Nee. Kar zit er ook bij, want die machine wordt dan denk ik inclusief kar geleverd, of niet? Ja, hij komt gewoon zo aan, opgebouwd en al. En de machines, je hebt ook nog pakketjes, heb ik gezien op jouw site. Ja, complete pakketten maken we allemaal. Dat doen we zelf. Dat zijn niet de complete pakketten die de fabrikanten zelf aanleveren. Yes. Dus met mooie spullen zoals dat laskarretje, reduceertje, een lashelm. In principe is het een compleet pakket. Er zit ook een gasfles bij, dan kan je gelijk beginnen met lassen. Dan heb je niks verder nodig. Een lashelm en alles? Ja, alles compleet. Als je een compleet pakket koopt, dan kun je gelijk beginnen. En welke lashelm zit er dan bij? Die staan daar, die zitten alleen in doos. Dit is de lashelm die erbij zit? Ja, een standaard automatische lashelm. Die zit bij de complete pakketten. Ja. En als je nou eens
zou willen veranderen. Want die helm is duurder die hier bovenop ligt, ja, denk ik. Ja, die is iets duurder. Maar mocht je nou een andere helm willen, dan ja, laat het even weten. En dan maken we een passend compleet pakket. En dat is eigenlijk met alles. Standaard zijn de complete pakketten met een 10 liter cilinder. Er zijn ook wel eens mensen die de 20 liter bij willen. Dan, als je mij even een WhatsAppje stuurt of een e-mailtje, dan maken we een persoonlijk pakket. Kan er gewoon veranderd worden? Ja, zeker. Ja. Dus echt maatwerk? Maatwerk, ja. Of kom langs, dat mag ook altijd. Of de machine staat daar, hè. Dus, op een belangrijke plek, makkelijk, ja, toegankelijk. Ja, ja. Maar kunnen ze hier altijd terecht? Of moeten ze eventjes bellen van tevoren, nee, als ze willen kijken? Het is alleen op afspraak, want ik heb natuurlijk ook nog mijn eigen werk als lasser. Dus ja, het is handig om even een afspraak te maken. Maar vaak kan ik ook wel in de avond. Of, ja. Eigenlijk heel flexibel. Ja, heel flexibel. Ja. Nou ja, leuk om hier een keer. Ja, ik was hier alles geweest, jullie natuurlijk nog niet. Dus, en, sommigen wel. Sommigen wel. Ja. De Huub is al geweest, dat weet ik. Ja, nee, en er zijn er wel wat meer geweest, ja, die via jouw videootjes hier gekomen zijn. Ja. Ja. Ja, leuk. Ja, het is eventjes zoeken, vind ik altijd. Ja, het is niet makkelijk te vinden. Nee. Daarom is het ook gewoon handig om sowieso te bellen voordat je aankomt. Dan leg ik het even uit en de poort zit vaak dicht. Dus ja. Ja, dan komt dat goed. Nou, we zullen binnenkort iets van soldertech zien. Ja. Ik ken het niet, ik ben razend benieuwd, dus ik laat mijn eigen verrassen. Als jullie vragen hebben aan Jordi, eventjes op de website kijken. Niet vragen wat de website is, want het staat hier groot zat tegen de muur. En dan krijgen jullie een goed en gedegen advies van een lasser. Ja. Dus, het is niet iemand die dan flauwekul staat te verkopen, hoop ik. Nee. Het kan wel, maar ja, dan moet er om vragen. Flauwekul houden we ook van, maar... Ja. We zijn ook serieus, hè? Ja, maar dat moet ook. De boog, ja, kan niet altijd spannen staan. Nee, nee. En ja, voor nu. Als je vragen aan mij hebt, mag dat ook. Kun je hieronder zeggen. En dan reageer ik erop, meestal binnen een week. Jordi is vlugger als mij, denk ik. Ja, als het via de WhatsApp is, zeker. Als via, ja, de... Nou, kijk eens aan. In ieder geval bedankt voor het kijken. En houdoe. Houdoe. Zeggen jullie hier houdoe? Nee. Dat wou ik zeggen. Ja.